Ik heb een boek geschreven over een eenzame man die gescheiden is, politierechercheur van beroep en ongelukkig is in zijn leven. In het boek is hij bijna 50. Hij is dik, hij is kaal. Het is op een bepaalde manier een soort uitzichtloze situatie. En dit boek beschrijft een periode in zijn leven en zijn mogelijke ondergang. En jouw verhaal is gesitueerd in een Engelse stad, hè? Leicester. Als je het boek leest, dan krijg je het gevoel dat je die stad buitengewoon goed kent. Ik ben er geweest. Ik heb er verder niets mee. Het is eigenlijk wel een gek verhaal hoe dat gegaan is. Ik zocht een stad in Engeland die bekend stond als een treurige stad. En er waren er drie. Dat is Grimsby, Hull en Leicester. Die bovengemiddeld Die treurig zijn. bovengemiddeld treurig zijn. Ook waar in de statistieken staat dat de mensen vrij ongelukkig zijn in die stad. Steden dus. En dan ongelukkig waarschijnlijk in termen van werkloosheid en criminaliteit en Er is veel criminaliteit, er is veel perspectief. werkloosheid, veel drankmisbruik, heel veel drugs. En in Liverpool zie je dat ook wel, maar in deze steden is het opvallender. Omdat het ouderwetsere Hull en Grimsby zijn meer dorpjes. En daar is de situatie erger. Maar Leicester geeft je toch het gevoel, ik ben er geweest, en het geeft je het gevoel dat het wel een echte stad is. Het is echt een universiteitsstad. Er zitten 25.000 studenten. Maar het is heel erg treurig. Het is heel erg grimmig. En het werd bevolkt door mensen die in vleesfabrieken en in de textielhandel werkten. En het werd ook wel een soort. Het werd de bloedstad genoemd. De bloedstad De vanwege. bloedstad. Vanwege de varkensslachterijen die daar stonden. Die nu overigens allemaal gesloten zijn. Het grootste deel daarvan. En waarom was je aan het zoeken naar de treurigste stad der steden? Mijn hoofdpersonage. Ik heb het boek eigenlijk omgekeerd geschreven. Ik ben eigenlijk. Is het idee ontstaan. Doordat ik een man tegenkwam op het Griekse eiland Kos. En die man heb ik nooit gesproken, maar ik heb hem heel goed kunnen bekijken, een paar uur. En ik heb hem horen praten. En die man. Kan je de situatie schetsen? Ja, ik zat in een bar. Ik was mijn baan kwijtgeraakt. Jij was jouw baan kwijt. Ik zou die zomer werken in het toerisme, maar ik was niet leuk genoeg daarvoor. Ik was eerst gastheer, toen ober. En toen niks meer. En toen hebben ze me eruit gegooid. En ik ben daar niks meer gaan doen. Ik ben daar gaan afwachten tot ik weer naar Athene kon, waar ik woonde op dat moment. En toen ging ik veel naar bars die net open waren gegaan. En dat was in het voorseizoen. En daar kwam ik dus eigenlijk mijn hoofdpersonage tegen. Ik had mijn eerste boek net af. En ik had niets te doen op dat moment. Toen dacht ik, ja, dit is hem, toen ik hem zag. Dit is mijn nieuwe hoofdpersoon. Ja, dat zag ik onmiddellijk. En wat maakte dat je dat dacht? Ik vond hem ontzettend verdrietig. Hij was dik, hij was kaal, hij was helemaal rood verbrand. En hij droeg sandalen en een short en een voetbalshirt, terwijl het helemaal niet warm was buiten. Het was eigenlijk nog best fris. En hij was volkomen alleen en dat kon je aan alles zien. Hij zat zichzelf sms'jes te sturen, had ik het idee. Want hij liep eindeloos naar de wc en kwam dan weer terug. En ik dacht eerst dat het een drugsgebruiker was of iets dergelijks. Maar toen begon hij te praten en het ging alleen maar over moestuinen. Het was een Engelsman. Het was een Engelsman en hij had daar Engelse vrienden, min of meer. Je merkte aan die vrienden dat ze hem niet aardig vonden, dat ze hem irritant vonden zelfs. En dat merkte de man zelf ook. En de naam van mijn personage in het boek, Steve, dat is ook zijn werkelijke naam. Dus die man bestaat alleen. Of het zo is gegaan als ik beschrijf, dat weet ik niet natuurlijk.
En vormde zich op dat moment ook het verhaal al van die boek? Of stond, had je louter nog een personage? Nee, dit verhaal dat vormde zich in die paar uur dat ik daar zat. Want ik had al vernomen dat op dat eiland nogal wat gevluchte Engelsen en Duitsers zaten. Mensen die of belastingproblemen hadden of ex-politieagenten. En ik had daar hele levendige verhalen over gehoord. Over hoe dat daar aan toe gaat. Mensen die ook hun eigen auto's importeren, alles over laten komen en banden met Engeland totaal verbreken om daar een echt een nieuw bestaan op te bouwen. In een Engelse subcultuur? Ja, en in Engelse dorpjes. In, en dan op de vlucht voor iets? Nou ja, meestal wel op de vlucht, maar het resulteert daar, wat ik dus heb gezien, ik heb heel veel mensen daar ook gesproken, in drankmisbruik. En vet eten en eigenlijk nooit een duik in de zee nemen. Dus het is een beetje een verloedering. Het ziet eruit als een eindpunt. En dat voorseizoen, waarin er echt niets te doen is, waarin alle bars gesloten zijn en iedereen thuis zit te drinken, of met het kliekje Engelsen waar je dan mee bent, als Engelsman, zeg ik dan nu, die vereenzamen heel erg. En dat geeft een heel grimmig beeld, alsof een situatie zich alleen maar verplaatst heeft. Ik heb jouw boek ook gelezen als een boek over eenzaamheid of vereenzaming, klopt dat? Ja, dat klopt wel. En wat bracht je bij dat onderwerp? Je verwijst naar Paul Schrader, hè, als ik me niet vergis. Ja, klopt. En het persbericht dat jouw boek vergezelt, dat zegt, ik weet niet of het tong-in-cheek is, ik parafraseer even, kijk maar uit dat je niet zelf die kans op mijn hoofdpersoon gaat lijken. Precies, ja. Het is een boek over goed en kwaad en over stilstand in principe. Iemand van deze leeftijd waarover ik schrijf, dus rond de 50, man, gescheiden, niet hoger opgeleid, licht depressief, te dik, gezondheidsproblemen. Dat in mijn hoofd is dat heel uitzichtloos. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook heel uitzichtloos is. En stilstand daarin is een grote angst voor mensen. En ik denk dat die eenzaamheid, die heb ik zo duidelijk bij die man daar gezien, maar ook bij vele anderen. Maar eigenlijk elke dag, bij iedereen, ook hier in Amsterdam. En ik vind die eenzaamheid iets heel moois. En ik vind het vooral mooi als het escaleert. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is bijvoorbeeld wat ik als motto ook heb aangehaald. De quote uit Taxi Driver. Dat deze persoon, Travis Bickle, waar mijn hoofdpersonage een beetje door geobsedeerd is, die is verschrikkelijk eenzaam en gefrustreerd. Maar en wereldvreemd ook. En dat is mijn personage wat minder. En dat resulteert in iets, een ramp. Eigenlijk is dat heel actueel. Al hou ik er niet van om daar dat soort dingen in te gaan. Maar dat zie je gewoon heel veel. Het is actueel in het nieuws, bedoel je? In het nieuws, je verwijst naar Al van der Rijn of bijvoorbeeld, naar shootouts op in verschillende plekken in de wereld. Dat is dan wel het meest extreme erin. Maar er zijn genoeg dingen, genoeg voorbeelden van mensen die ontsporen. Waarschijnlijk in eenzaamheid, in onbegrip. Maar je zegt eigenlijk twee dingen, als ik je goed begrijp. Je zegt eenzaamheid is mooi. En de escalatie is interessant. Ja. En even terug naar de schoonheid van de eenzaamheid. Wat is de schoonheid van de eenzaamheid? Ik denk niet dat de eenzaamheid op zichzelf zo mooi is. Ik denk dat het gevolg daarvan is dat ik dat mooi vind. Namelijk de escalatie. De escalatie, ja, nou niet eens de escalatie. Kijk, ik kan niet zeggen dat ik heel eenzaam ben. Ik ben niet eenzaam. Ik ben wel eens eenzaam geweest. Maar deze mate in eenzaamheid, die vind ik interessant. Dus de mate, zoals mijn hoofdpersonage of Travis Bickle, Taxi Driver,
Meer voorbeelden heb ik eigenlijk niet. Omdat het tot die excessen leidt of kan leiden. Ja. En dan is het excess is interessant, omdat dat een vorm aanneemt. De situatie. En een verhaal is. Ook. Ja, absoluut. Maar ook wat eraan vooraf gaat is natuurlijk heel interessant. Hoe wordt iemand eenzaam? Wordt iemand eenzaam geboren? Ik denk het wel. Ik denk dat, ja, natuurlijk wordt iedereen eenzaam geboren, maar er is een tax bij mensen. En wat er dan gebeurt, dat vind ik heel interessant. En waar mensen dan toe in staat zijn. Heb je ook, vroeg ik mij af, geprobeerd om in het schrijven die grenzen van de uitvergroting van dat soort gevoelens op te zoeken? Ik denk het wel. Want ik heb het ervaren als een heel spannend spel met de goede smaak. Het is een dollemansrit langs de grenzen van de goede smaak. Telkens aan de goede kant, maar wel echt in een heel gevaarlijk gebied. Dat is het ook, ja. Dat ben ik met je eens. En ik heb dat ook... Waarom dat risico genomen op die manier? Om daar zo op te balanceren. Ja, of uit de... want ja, er is ook de kans om uit de bocht te vliegen of... Ik heb dat niet bewust gedaan hoor. Ik heb dat niet zo in scène gezet. Het ging gewoon zo. Ik voelde dat personage heel erg. En ik nam aan, of ik heb zo bedacht, dat dit het verloop zou zijn. Het boek is ook echt opgedeeld in, je zou kunnen zeggen, in maanden. Het zijn allemaal korte hoofdstukjes die soms dagen beslaan. Niet meer dan dat. Soms gaat er een paar weken overheen. Wij zitten er heel dicht op. En omdat het in een ik-vorm is, krijg je dat gevoel. Maar jij bedoelt dat het hier en daar op het randje van smakeloos is. Ja, het mobiliseert in mij als lezer ontzettend veel gevoel. En het is sentimenteel, het neigt naar drakerigheid. Terwijl het dat telkens net niet wordt. Hè? Soms lijkt het alsof je een aanloop neemt om over die grenzen van de goede smaak heen te springen. Nou, je moet het een beetje soms zien als het in jezelf mompelen wat mensen soms doen. Hè? Dat gebeurt hier openlijk in dit boek, maar net niet te veel. Er zit heel wat medelijden in. En zelfmedelijden voornamelijk, ja. En dat, maar ook medelijden natuurlijk. En totale onverschilligheid tegelijkertijd. Maar dat is denk ik wat... Dat is ook misschien waarom ik zei dat je uit moet kijken dat je deze man zelf niet al bent geworden, in principe. Of kan worden. Omdat het iets heel menselijks is. Ja. Het is je tweede boek, hè? Ja. Is het... ruimt het met je eerste boek? Op de een of andere manier? Ja, ik vind van wel. In welke Maar ik kan niet uitleggen waarom. Nee? Nee, dat wil ik niet. Ik zie het wel als een groter geheel. Het eerste boek is totaal anders. In wezen. Het is... Heel even kort over het eerste boek. Ja, het eerste boek is een boek over een... Een oplichter, een sjoemelaar die in een relatie verstrikt zit met een meisje. En er dan een leven op nahoudt wat hij niet zou kunnen leven. En daardoor oplicht en sjoemelt en bedriegt. En daardoorheen speelt een verhaal over een medewerker bij een stomerij die dag in dag uit overhemden strijkt. En deze verhalen... beginnen door elkaar te lopen op het moment dat de strijkster, die erg vereenzaamd is en lichtelijk depressief zou je kunnen zeggen, een briefje vindt in een overhemdborstzakje van deze persoon, die oplichter, die sjoemelaar, Levi Andreas genaamd. En dan begint er een reis. De een is op de vlucht en de ander... wil op de vlucht gaan. En ze reizen elkaar achterna. Door middel van briefjes. En reizen uiteindelijk naar Vuurland. Daar zit
Dat is een ander boek. Dat is het leest ook heel anders. Het is een ander boek, het is een ander verhaal. Ja. Toch zijn er bepaalde raakvlakken in. De eenzaamheid, dat zit er ook in. Hier en daar absurdisme, zou je kunnen zeggen. Verstoorde, gestoorde relaties. Dat vind ik altijd wel... dat is blijkbaar een terugkerend thema. Maar voor de rest is het een ander boek. Er zit ook meer... dit is meer een roman... als in een boek met een kop en een staart. Het voorseizoen is meer een roman. Ja, het is veel meer een roman. En het eerste boek is ook een roman, maar... Het zit ingewikkelder in elkaar in de zin dat verhalen elkaar afwisselen. En dan opeens... alleen nog maar één spreker aan het woord is. Het is natuurlijk gewoon een roman ook. Maar dit vind ik een klassiekere roman in romanvorm. Dat schrijverschap van jou, waar wordt dat in? Ik ben daar heel vroeg mee begonnen, toen ik 10 was. En ik heb toen hele boeken geschreven eigenlijk. Hele dunne boekjes en nooit afgemaakt. En heel veel korte verhalen, toneelstukken, van alles. Herinner je waar die over gingen? Ja, die gingen... die gingen over ter dood veroordeelde, over gestoorde mensen die hun huis niet meer uitkwamen. Over gedetailleerde beschrijvingen van winkelstraten en wat daar aan de gang was. Zelfs een soort halve thriller zaten ertussen. Maar toen ik 16 was, hield ik daarmee op. En toen heb ik tot mijn 22e niets geschreven. Of 23e eigenlijk, niets geschreven. Waarom hield je er op je 16e mee op? Hormonen? Of, Nee, gewoon dat ik zag er niks meer in. Brommers? Ja, of een andere afleiding. Nee, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Was het maar waar. Nee, ook geen drugs of iets dergelijks. Gewoon geen zin meer? Geen belangstelling meer? Voor. Nee, ik het zat er nog wel, maar het werd... ik zag er even niets meer in. En dat kwam pas terug toen ik naar Griekenland verhuisde in 2007. En toen dacht ik, laat ik weer eens een verhaal schrijven. En ik schreef een verhaal. En nog een verhaal. Twee totaal verschillende. En die kon ik opeens combineren. Of samenbrengen tot... Tot één boek. Tot één boek. Tot je debuut. Ja. Ja. En wat maakte dat je want ben je Grieks of ben je... Ik ben half Grieks. Je bent half Grieks. Ja. En wat maakte dat je naar Griekenland ging, weg uit Nederland? Ik had genoeg van Nederland. En ik was vast besloten om daar te gaan wonen. En dus ik heb al mijn spullen ingepakt, verstuurd en alles opgezegd. En ik ben daar naartoe gegaan en heb daar 2 jaar gewoond. En als een 2,5. Echt als een groot romantisch gebaar? Of, als een vlucht. En waarom had je genoeg van Nederland? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar ik had in ieder geval al langer genoeg van Nederland. Al jaren daarvoor. En ik wilde gewoon kijken of ik ergens anders is. Of ik ergens anders misschien gelukkiger zou worden. En dat was waar. Je werd in Griekenland gelukkiger? Ja, in het begin. Later wat minder. Griekenland heeft een hoop opgelost voor mij. Ja. Ik ben daar rustiger geworden en een boek kunnen schrijven. En wat maakte nou dat je in 2007 dacht, ik ga die verhalen schrijven? Ik had niks te doen. Ik was weer een baan kwijtgeraakt. Het is in Griekenland niet zo ongebruikelijk dat je binnen een paar dagen je baan kwijtraakt. Ik had daar gewoon zin in. Ik dacht, ik ga dat weer... Ik had wat ideeën daarvoor. En dat was dus jaren geleden dat ik ooit nog iets gedaan had. En ik had al mijn oude schrijfsels, 2 verhuisdozen vol, meegenomen. Dat toch wel? Ja, daar was ik door gaan bladeren. En toen dacht ik, misschien eens kijken. Misschien of ik het nog kan. Want die schrijfsels bleken dierbaar, toch? Die zijn nog steeds wel dierbaar. Niet dat ik er ooit iets mee doe, maar... ja, ze zijn me wel dierbaar. Ja.
En is het, heeft het schrijverschap een functie? Want je zegt natuurlijk, ik ben dat Hartman al sinds mijn tiende bezig. Wat voor een rol speelt het schrijven? Nou, ik herinner me heel goed, dat heb ik ook in mijn debuutroman beschreven, dat ik toen ik 10 was, dacht ook dat ik schrijver zou worden. En dan kocht ik een elektrische schrijfmachine en bergen papier en had mijn bureau helemaal ingericht, zodanig. En ik dacht ook dat ik heel wat deed. En ik begon dus ook romans die dan nooit afkwamen. En dan begon ik weer iets nieuws. Maar ik had absoluut geen doorzettingsvermogen. En ik geloofde er ook niet erg in. Ik heb gelukkig familieleden gehad die er erg in geloofden. En vonden dat ik daarmee door moest gaan. Maar ja, dat bloed dood na een tijdje. En het bloed dood omdat... Omdat, ja, mijn leven veranderde en ik opeens geen kind meer was. En het plezier dat je als jong kind dan, nou ja, als middelbare scholier op dat moment. Ik ging van school, op mijn 16e was dat. En toen kwam ik in baantjes terecht en dat schrijven, dat deed ik gewoon niet meer. Is het schrijverschap een incident of is dat blijvend? Nee, dat is wel blijvend. Ik heb, je hebt een richting gevonden. Ik denk het. Ik heb plannen voor... er komt sowieso een derde boek. En een vierde heb ik plannen ook voor. Dus ik ga daarmee door. Hopelijk. Als ik niet onder een auto kom. Of iets dergelijks. En is daar iets over te zeggen? Niet wat je voor verhalen aan het bedenken bent. Maar wat voor richting dat opgaat? Nee, daar is niks over te zeggen. Nee. Het volgende boek zal meer autobiografisch zijn. Waarin dit fictie is wat ik beschrijf. Tenminste, nou, in fictie de zin dat ik het deze man die ik beschrijf gezien heb. Maar, deze eenzame man, ja. Maar daar wel 416 pagina's bij bedacht heb, als het ware. Het volgende boek zal autobiografischer zijn. En dat proces, dat schrijfproces, hoe verloopt dat? Dat is heel gek. Ik schrijf ontzettend snel. Ik schrijf op goede dagen 3000 woorden, soms 3500. En... ik ben ontzettend lui. Dat schort natuurlijk niet als je 3500 woorden schrijft. Maar ik doe alles op het laatste moment. Dit boek was ook... dat was voor de helft af. En toen kwam de deadline. En toen moest het opeens af. Je kreeg van de uitgeverij een deadline. Ja, ik had een serieuze deadline. Omdat ik het al uitgesteld had. Want ik zat liever op de bank een beetje. Of keek naar een film. En dan kan ik heel snel schrijven als er druk achter zit. En bij het eerste boek is dat was in 4 maanden af. En dit boek heeft in totaal misschien 7 maanden gekost. 8. Want ik had een deel al eerder geschreven. Maar er is ontzettend veel aan veranderd en omgegooid. Ja. En doe je buiten het schrijven nog iets anders in het maatschappelijke leven? Nee. Nee. Dit is mijn baan. Je bent fulltime schrijver? Ja. 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 Ook nu ik hier met dit boek klaar ben ik direct aan het volgende boek. En dat komt over 1,5 jaar uit dan. En, hopelijk daarna nog één. En wat betekent het als zo'n boek verschijnt? Nou, dat is heel gek. Dat eerste boek, daar was ik heel erg zenuwachtig voor. En ik kon dat niet geloven. Ik dacht ook altijd dat op het laatste moment het afgeblazen zou worden. En ze mij zouden bellen en zouden zeggen, nou, we zien er eigenlijk toch niks in. We gaan het geld er niet aan uitgeven, aan het drukken. En bij dit boek heb ik daar absoluut geen... zulke gedachten heb ik er niet over gehad. En... Het komt er gewoon, dat weet ik, maar ik besef het niet echt. Nog. Ik vind het allemaal heel vreemd. Ook, voor mij is het steeds vreemd hoe het tot stand is gekomen, want ik kan me daar dan, als het eenmaal klaar is, heel weinig meer van herinneren hoe ik dat in godsnaam heb geschreven dan en wanneer. En dan herinner ik me wel dat wanneer ik erg in de knelder mee zat, maar dan niet hoe dat ging. Ja. Je klinkt alsof het je overkomt, het schrijven. Ja, in wezen wel. Maar dat was dus op mijn 10e wat me overkwam.
ik ging gewoon liever verhaaltjes schrijven op school dan naar school. Of wel naar school, maar daar dan verhaaltjes schrijven in plaats van wiskundeboeken. En nou, het is je bedoelt natuurlijk of er een soort dat ik het niet bewust in werking zet, dat het er gewoon komt. Ja, dat is wel zo. Ik kom met een heel klein idee en ik hou ervan om een verhaal op te blazen tot gigantische proporties. Dat vind ik het mooiste. En ik merk ook dat ik niet genoeg heb aan 200 bladzijden. Het wordt steeds meer. Ja. Zoals in veel huwelijken hadden we elkaar na een paar jaar al niets meer te zeggen. Ik zag de huwelijkse verbintenis zelf als de grote boosdoener. Hield me voor dat onze relatie, als we niet getrouwd waren, tot op de dag van vandaag stand had kunnen houden. Als geliefde, als partners. Nog steeds ben ik daar rouwig om. Soms maakt die gedachte mezelf gek, want ik ben nooit opgehouden van haar te houden. De dag dat ze vertrok en me achterliet met een redelijk grote bankschuld en een fikse maagsfeer, was een sombere dag. Het was ook de eerste keer dat ik vol walging door mijn tuin liep, de groenten met wilde gebaren uit de grond trok, in het rond smeet en dezelfde nacht weer herplantte. Die nacht zal ik nooit meer vergeten. Die nacht stond voor de verandering die ik zou gaan doormaken. De manier waarop ik in mijn pyjama gehurkt zat boven de gitzwarte aarde, de zaklamp in mijn mond geklemd en de groente herplantte, had niets meer te maken met de liefde voor zijn tuin en zijn gewassen of enig schuldgevoel van mijn vernieling. Nee, het ging om het repareren, het redden wat er nog te redden viel. Susan was vreemd gegaan. Niet één keer, nee, waarschijnlijk nog vele malen meer dan zij opbiechtte op de avond dat het niet meer ging. Ik was verbaasd geweest, althans zo deed ik het voorkomen. Ik had al langere tijd het idee dat ze tijdens de avonden met haar vriendinnen heel andere dingen deed dan glaasjes wijn drinken, kletsen en de andere dingen die vrouwen in elkaars bijzijn doen. Nee, het kwam niet echt als een verrassing, maar toch, om het op die avond zo te horen te krijgen, was een klap in mijn gezicht. Een beschadiging waarvan ik het vermoeden had dat die voor altijd zichtbaar zou blijven. En juist die tuin, waarin ik zo gelukkig was geweest, leek de wond van het verlies van mijn vrouw open te houden. Elke blik die ik erop wierp, zorgde voor diepe, doffe steken in mijn maag. Ochtenden stond ik voor het raam te kijken hoe de komkommers aan het verleppen waren, hoe de stugge bladeren van de bieten slijmerig werden en het onkruid tot angstwekkende hoogte steeg. Het deed me bijna goed te zien hoe de ooit prachtige tuin veranderde in een gigantische composthoop. Susan was direct bij haar nieuwe vriend ingetrokken, een loodgieter die Peter Bird heette, en specialist was in siergrote en versierde regenpijpen. Op Somerset Drive woonde hij. Ik kende die straat. Het was een van de betere in Glenfield. Peter Bird moest in een mooi vrijstaand huis wonen.